Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de weerkaart van vanochtend zien we een gebied met buien liggen van Zweden via Duitsland naar Frankrijk. Dat trekt niet onze kant op. Maar ook ten westen van Ierland ligt een groot regengebied. Dat komt wel onze kant op. Voor dat regengebied uit bevindt zich warme lucht. Dat trekt vooral over het zuidoosten en oosten van Nederland. En de regen trekt morgen vooral over het westen en noorden. En daar zit eerder herfstachtig dan lente. Vanavond merken we daar nog weinig van. De zon schijnt geregeld, het is overal droog. En de wind waait met 3 tot 5 bevoor. Temperaturen halverwege de, avond de graad of 14. Maar komende nacht trekt de regen wel het land binnen. Vooral in het westen en noorden kan er dan al wat regen en motregen vallen. In de rest van het land is het grotendeels droog. Maar laat de was niet buiten hangen, er kan best een spatje vallen. Geen koude nacht, 11 à 12 graden. En waait een stevige wind aan zeewinkracht 7. En morgenochtend is het dan echt grijs en druilig. Rug in het westen en noorden van het land, in het zuidoosten en oosten schijnt de zon geregeld. Daar loopt de temperatuur op. Aan het begin van de middag is het daar zo'n 20 à 21 graden. In de loop van de middag trekken de buien van het westen ook geleidelijk naar het oosten. Dan kan er overal een enkel buitje vallen. Alleen in Brabant en Limburg blijft het zo goed als droog. Aan zee dan nog steeds een stevige wind, zuidwest 7 tot 8 voor, hard tot stormachtig. En windstoten zijn in de kustprovincies mogelijk tot 90 km/u. Onstuimige dag dus, morgenavond ook nog veel wind. En woensdag dan begint de wind af te nemen. Woensdagochtend in Limburg misschien nog een laatste buitje. En daarna geregeld zon en zo goed als overal droog weer. 15 tot 19 graden. En in, ja zoals ik al zei, de wind neemt in de loop van de woensdag af. Donderdag is het dan vrijwel windstil en dan wordt het echt schitterend weer. Flinke zonnige periode, 20 tot misschien wel 25 graden op een enkele plek. Ook vrijdag hoge temperaturen, 23 tot 30 graden, maar die warme lucht moeten we snel weer bekopen. Aan het einde van de dag is er kans op een regenwondwisbui. En dat hebben we zo vaak in Nederland. Voor de langere termijn zien we die forse piek nog steeds op de vrijdag. Daarna wordt het allemaal behoorlijk onzeker. De grafieken springen behoorlijk heen en weer. Maar gemiddeld ligt toch meer bij de 20 dan bij de 25 graden. Zien we ook in de kansen terug. Op de bovenste lijn geeft de kans op meer dan 25 graden aan. Nou, vrijdag is de dag die ertussen uitspringt. In midden-Nederland dan meer dan 50% kans daarop. Pas na het weekend neemt de kans dan weer wat toe. En de kans op 30 graden in midden-Nederland is klein. Die is meer weggelegd voor het zuidoosten en uiterste oosten van het land. Dat dus vrijdag. Morgen eerst nog grote verschillen in het zuidoosten lente. Langs de kust herfst weer. Ik ben Michiel Severin.